meegenomen? Nee, alleen de helft. De helft? En de vriendin heeft de rest? Ja, ja, serviesgoed. Serviesgoed. Ja. Nou, fijne verhuizing dan. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel. Hoe toepasselijk kan het zijn? We zijn hier op de SS Rotterdam, liggend aan de Maas in Rotterdam. Ja. En u neemt mee een knipseltje van een paar bootjes. Hoe komt u daaraan? Ja, mijn vader, die kwam een keer thuis met twee schilderijtjes. En hij zegt, dat noemen ze bavelaartjes. Dat heb ik nog onthouden, maar verder weet ik het niet. Nou, het zijn geen bavelaartjes, want een bavelaar is van hout. Oh. En dit is van papier. En degene die dit gemaakt heeft, woonde in Rotterdam. Kijk eens. Het is namelijk niet gesigneerd, maar het is sign all over the places dat het is gemaakt door Jan Popper. Deze man was broodbakker. En in zijn vrije tijd was hij papierknipper. Dit is ongeveer gemaakt, waarschijnlijk in het midden van de 18e eeuw, ergens 1750, in die periode. Maar het was ook al leuk dat u aangaf dat dat er oorspronkelijk twee zijn geweest. Want ik vroeg u, ja, heeft u er niet nog één? Ja, zei u, ik heb er nog één. Ja. Ze horen eigenlijk altijd met z'n tweeën te zijn. Met z'n tweeën, ja. Nou zou ik zeggen dat deze los waard is een 2000 euro. Maar als u ze bij elkaar heeft, zijn ze 5000 euro tezamen waard. Goeie genade. Dat is nogal wat. Waar zie je ze nog, die jongetjes op schildpadden? Vertelt het mij maar. Het is te dateren jaren 20, gemaakt bij de firma Rosenthal, Duitsland. Het stelt voor de jonge Pan op een schildpad. Pan is natuurlijk een mythische god, de zoon van Hermes. En Hermes heeft uit een schildpad een lier gemaakt, he, als jongeling. Dus misschien dat dat de verwijzing is naar, ja, eigenlijk ook het fantasiebeeld dat we hier zien. Niks was te gek eigenlijk. De detaillering is echt prachtig. Je ziet de haren erop geschilderd. Heel mooi natuurlijk ook geometrisch bijna dat schild. Heel erg mooi. Ja, er is er nog niet zo lang eentje verkocht voor 650 euro. Oké, dat is wel meer dan wat wij gedacht hadden. Ja. Hè? Ja. Ja. Mevrouw, een portret van een dame en ik heb totaal geen verstand van papegaaien, maar ik heb het even opgezocht en volgens mij is dit een grijze roodstaart. Ja. Herkenbaar aan de grijze veren en de rode staart. Was het familie van u, deze dame? Nee, maar mijn overgrootouders hadden een winkel waar ze ook kunst verkochten. En zo is ze naar mijn opa en omi gegaan. En ik stond altijd voor dit schilderij te zoeken naar een handtekening. Konden we niet vinden. En het gezicht intrigeerde me, tenminste. De ogen, want waarom kijkt ze niet naar de papegaai? En ik heb het gekregen van mijn omi. Nou, wat leuk. Het is best goed geschilderd. Als ik er naar kijk, dan zeg ik, dit is goed geschilderd. Ook mooi gedaan. Al het papegaai in het kootje, goed gedaan. Alleen, wat heeft ze een raar hoofd. Ja. Ze is eigenlijk aan profiel getekend. En het oog zit aan de andere kant. Een beetje als bij een vis. Ja. Het hoofd is ook te groot, vind ik. Ik denk dat dat hoofd er later is ingezet. Of niet ingezet, eigenlijk overschilderd. Ja, ja. Dat iemand een hele charmante voorstelling heeft gebruikt. Om te zeggen, nou dan ga ik zelf, mijn vrouw, zeg maar wat, daarin portretteren. Want anders is het niet uit te leggen. Nee. Het is zoveel slechter, ook het haar is slechter. Volgens mij is ook het kapje, klopt ook niet helemaal. Dus het is een soort, eigenlijk is het een vrouwelijke Frankenstein. Ja, ik heb misschien uw droom nu helemaal... Nou nee, maar als ik nu naar het schilderij voortaan kijk, dan denk ik daar aan natuurlijk. Ja. Nou ja, ik heb dat nog nooit gezien, dat je een mooi lijfje hebt en dan een overdreven groot hoofd erop. Dus wel uniek. Absoluut uniek. U hebt een uniek schilderij van uw overgrootouders. Ja. Waarde, natuurlijk emotionele waarde. Was het nou een goed portret geweest, waar had je er best nog wel, laten we zeggen, 500-600 euro voor kunnen krijgen. Maar ja, zeker naar mijn verhaal is het nu is het natuurlijk... Maar daar ging het me helemaal niet om. Ik wilde altijd meer weten over dit schilderij. Ja. En nu weet ik meer. Kijk eens. Dus, en hij blijft lekker bij mij hangen. Hartstikke goed. Ik vind het zo leuk dat dit net uit uw tas kwam. Ja. Ik raakte helemaal opgewonden. Voor het eerst in mijn leven. Dat merkte niet. Voor het eerst in mijn leven van een juweel. Wat namaak is. Ja. Oh, echt waar? Het is niet echt.
Het leuke is dat ik dit mag tonen in de eetzaal van de Rotterdam. Ja. Die in 1959 werd gebouwd. En in deze eetzaal werden diners gehouden, heb ik gehoord van iemand die het meegemaakt heeft. Mm-hmm. Op cruises, tijdens cruises. En dat werden de Netscruises genoemd. Omdat al die deftige Rotterdamse dames met Netstola's om. Ja. En alle juwelen, ja, tegen elkaar zaten op te bieden hier. Ja. Dit collier zou daarbij gedragen kunnen zijn. Het verhaal is als volgt. President Kennedy trouwde in 1953 met Jackie, ja, met Jackie Bouvier. Zij is een van de grote mode-iconen geworden in de wereld. Ja. En in 1955 kocht ze een namaak parelcollier voor $35. Zo. En dat collier, dat droeg ze altijd. Het zat op al die foto's. Op alle staatsbezoeken, grote feesten, grote partijen, had ze dat collier. En iedereen dacht, nou, dat is een van de mooiste parelcolliers ter wereld. Ja. In 1962 is het iconisch geworden omdat er een foto bestaat waarop John John, haar zoontje, ja, met dat parelcollier speelt. Een hele beroemde foto. Toen overleed ze en in 1996 heeft, ja, haar dochter Caroline heeft een aantal voorwerpen van haar moeder verkocht, waaronder dat collier. En dan komt het in de veiling, dan heeft het een taxatie van $500 tot $700, ja, wat heel veel geld is voor namaakparels. Mm-hmm. En dan brengt het $212.000 op. Zo. Alleen maar omdat het van Jackie Kennedy is, ja, geweest. Ja, snap het. Dan wordt het gekocht door Franklin Mint. Franklin Mint is een maatschappij die bepaalde belangrijke historische objecten namaakt. Die maken ook dat collier na. Die maken dus van een nep collier nog weer eens een nep collier. Ja. Er worden er 130.000 van gemaakt. 130.000 kopieën, ja, van een namaak collier. En die worden verkocht voor $190 per stuk. En dit is er één van? En dit is er één van. Het is een van de meest iconische parelcolliers ter wereld. Een namaak collier. En weet u wat nou zo leuk is? Jackie Kennedy heeft verbleven hier op de Rotterdam. Ja, leuk. Zeker leuk. Ja. En dat ik nou hier ben zo met, dat, met alles. Ja. Ja, toch? Ja, toch? Heerlijk. Het leukste vind ik dat ik dit collier voor het eerst in mijn leven, ja, was zo enthousiast, in het, ja, echt zie. Ja. Namaakparels. Ja. Parels is mijn favoriete materiaal. Ja, ik vind dit ook zo mooi, hè? Het is een certificaat van echtheid dat het vervalst is. Ja, ja. Ja. Hiermee verklaar ik, dat is dus de directeur van Franklin Mint, ja, dat Jackie's parels een trouwe reproductie zijn van het drievoudige kunstparelhalssnoer. Ja. Het is nep van nep van nep. Maar het staat toch mooi? Ja, ja. Heeft het nog wel een waarde? Nou ja, op het ogenblik mag je zo'n collier, als je het al kunt vinden, want het staat dus zeldzame vondst, mag je dat voor €450 mag je daar rekenen. Oké, okay. Nou, is toch prima? Ja? Ja. Leuk hoor. Leuk om te hebben hoor, zeker.